Jacques is dood. Werd dat even tijd dat ze die smeerlap konden pakken en zeggen dat de grote ontknoping allemaal is begonnen dankzij Dieter zijn identiteitscrisis. Ik zou niet liever willen dan terugkomen bij de politie. Hoewel hij als baarman zijn nieuwe roeping vond, wil hij toch liever terug agentje gaan spelen. Lexi hangt nog even de trut uit. En hoe zijn nu psychologische test gegaan eigenlijk? Maar wanneer Dieter de grote zaak Jasper opnieuw oppikt, is het een en al teampower. Kumbaya, kumbaya. Jasper zijn lijk werd namelijk uit het kanaal gevist. Wij wisten natuurlijk al lang hoe Jasper aan zijn einde is gekomen. Het was die vieze, vuile zaak. Wij zagen het allemaal gebeuren, maar de politie weet natuurlijk van niks. Tot Dieter super toevallig tussen de spullen van Jasper een kaartje vindt van Harry's Dancing Club Impulse. Als echte undercover-agenten gaan Dieter, Lexi en Tim op onderzoek. En wie zien ze daar dealen? Roxanne Goedals. Foei, 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 zoute meid. Wij kennen Roxanne ondertussen als de vrouw die Louieke geregeld in hogere sferen brengt. Al dan niet met een extra hulplijn. Straks ga je heel blij zijn dat ik hier ben. Tot Louis klaar is met de puber uit te hangen en Roxanne dumpt. Ik zou willen dat je vertrekt. En hij bekoopt het direct. En wat blijkt nu? Louis kreeg dezelfde wacko drugsmix als Tilly bij haar verkrachting. Superflik Dieter legt natuurlijk direct de link met Jasper. Met onze link. Roxanne herinnert zich nog dat ze Jasper vlak voor zijn dood afzette bij de kabouters. En jup, daar vinden ze inderdaad nog wat opgedroogd bloed van Jasper. Veel kan Roxanne niet meer helpen. Haar auto en zijzelf gaan in rook op. Terug die zaak natuurlijk. Dat is nogal een hectische week. En ook einde verhaal voor Dieter en Co. De sexy drugs neemt de zaak over. Maar dan kennen ze Didi nog niet. Als een haai bijt hij zich vast. Wanneer hij Jacques verdacht loco ziet doen, valt zijn euro. Misschien is die man niet wie ze denken dat hij is. En de puzzel valt in elkaar wanneer Dieter hoort over de moordpoging op Stan en de kapotte huurauto van Jacques in Spanje. Vlak nadat Renildesman toevallig sterft in een accident. En jupsa... Renilde is dood. Renilde gaat er ook aan wanneer Jacques beseft dat de politie hem op de hielen zit. Ja. Ondertussen kent ook Rosa zijn ware aard. Ze verraadt hem, maar Jacques vlucht. En dan wordt het helemaal gek. Pauline ontdekt een rare schim op de Happy Family pics van Bob en Tamara. En ze doet eindelijk wat ze moet doen. De politie verwittigen. Ik denk dat hij in de buurt is. Jacques duikt op in het spookhuis dat hij voor Pauline kocht, maar vlucht weer als Tim erbij komt. En dan krijgt hij Rosa en Waldeck te pakken. Hij bekent de verkrachting van Tilly en knalt bijna een kogel door een oog. Maar Dieter ziet raak en Jacques belandt zelf met een plons in het kanaal. Exit Jacques, zou je denken. Maar nee hoor, hij overleeft, vermoordt nog een oud vrouwtje en lokt Judith naar hem. Die moet natuurlijk die kogel uit zijn lijf halen. Dikke paniek bij Emma, Stan en Dries, maar Judith kan Tilly bereiken en zij kan samen met Waldeck haar zus redden. Zou je denken natuurlijk. Maar daar is die Jacques terug. Tilly vangt nog een kogel voor Waldeck, maar oef, deze keer heeft Tim aan één kogel genoeg. Exit Jacques, eindelijk. Maar hallo, waar is Rosa eigenlijk? Dit is niet Rosa Verbeek, maar haar... Kopen krijgt een snuitje dat ze spoorloos is. En inderdaad, we zien haar compleet in paniek in een donkere ruimte. Kon Jacques toch nog een laatste slachtoffer maken? En zeggen dat het nooit zo ver was gekomen, dat het aan mijn Kopen gelegen. Hij had die wakko Jacques natuurlijk al lang door. Tja, wat kan ik zeggen? Mijn genen zeker. Hé, ça va? Ik wil dat je zo snel mogelijk die echtscheidingspapieren in orde maakt. Het heeft Kopen wel zijn huwelijk met Pauline gekost. En naïef schaap liet zich ook mega inpalmen door die smerige narcist. Stik maar in de brievenbus. Triestig wel van de scheiding. Maar nu ook niet zo verrassend. Eddie ging ook van hemel naar hel. Is hij eindelijk verlost van die een enkel band? Dat wel vrij ambetant zijn, hè. Niets meer kunnen rekenen. Nee, niet door corona. Hij had kook gehad, maar dat is een ander verhaal. Zelfs zijn stoofvlees en slurfjes proefde hij niet meer, om nog maar te zwijgen van zijn vaselineke. Maar bon, eind goed, al goed. Zojuist is een mirakel. Hij kocht een geurdoos die marcheerde en dat kunnen we helaas ook van de rest zeggen. Niet geen Peter had iets minder chance dit seizoen. Oké, een open boek kunt je die event moeilijk noemen, maar zo mysterieus had ik hem nog nooit gezien met al die geheimzinnige telefoontjes en geldtransacties. Vergissing van de bank of zo? Hallo zeg, Mr. Perfect. De notaris heeft gewoon al jaren een dochter waar niemand van af is. En dan zouden de mensen iets van mij zeggen. Nina. Wat een bommeken als zijn ex Nina ineens weer voor de deur staat bij opa Leo met dochter Jasmin. En oké, een bastaardkind, dat is één ding. Maar dat Peter Jasmin zelfs voor zijn grote, almachtige liefde Femke verborgen hield, ik moet toegeven, ik zag het niet aankomen. Femke kan natuurlijk totaal niet snappen hoe Peter zijn eigen dochter kon verstoten. En dan zoekt hij Jasmin ook nog op zonder haar iets te zeggen. Wegvertrouwen, hè? Ah ja. De situatie is kut! En het wordt nog erger als Nina toegeeft dat ze op de vlucht is voor de politie na alle smeerlapperij die ze heeft uitgehaald onder de slechte invloed van haar moeder Dominique. Toch kan opa Leo haar overtuigen om naar de politie te gaan, maar het verdict is niemals. Een gevangenisstraf is onvermijdelijk. Nu moet papa Peter zijn verantwoordelijkheid wel pakken. En jawel, papa en dochter leren elkaar kennen. Niet dat Jasmin al weet dat Peter haar vader is. Al duurt het voor het schaap niet lang om door te hebben dat die man met al zijn boeken geen wannabe bibliothecaris is, maar wel degelijk haar papa. Hij is mijn papa. Toch. Femke doet haar best om te wennen aan de nieuwe situatie, maar ze breekt volledig wanneer ze Peter met Nina en Jasmin als happy gezinnetje samen ziet en doet een rare ding met Kopen in de keuken van de Witthoeven.
Hoezo met Kobe? Wanneer is dat nu ineens gebeurd? Ah wel, hè? Femke en Kobe zijn elkaar, hoe zal ik het zeggen, tegengekomen in hun miserie. Terwijl Kobe herstelde van zijn scheiding met Pauline, ontdekte hij met Femke in de Barrels al snel een gezamenlijke passie. Afleiding, vluchtoord, geef het kind een naam, maar daar stonden ze dus ineens samen in de keuken. Uiteraard moest Peter juist dan passeren, waarop hij zijn valiezen pakt en vertrekt. Ik heb nog geen mail gezien, hè, maar de kans zit er dus in dat we nog een scheiding op ons bord krijgen, hè? Oké, dan. Maar geen nood. Tom en ik zijn er nog om voor de romantische touch te zorgen. We sluiten elkaar opnieuw in de armen. Jalie, je weet wel, op ons manier. Ik denk... Nee. Wij content, Robin content. En zelfs Marianne is wonder boven wonder content voor ons. Anton en Karen. Al is die vooral blij dat ze haar Tommeke en Robin nog heeft. Dat volwassen gedoe werkt blijkbaar zeer aanstekelijk, want ook ik neem vrede met mijn royering en ga zelfs assistentje spelen bij Tom. Kunt ze natuurlijk niet allemaal winnen, hè? En ik krijg Dries zover om terug advocaat te worden bij ons. Ik zie heel veel potentieel in u. Dries die nu ineens pluspapa is, by the way, want jawel, ook de zusjes van Santa delen weer een man. Weer ja, want Tilly kroop ooit al eens op Tom na zijn scheiding met Judith. Zo ben ik, hè. Of was het tijdens? Och, whatever, veel verschil maakt dat niet uit. Deze keer bleef Tilly een wilde nacht met Dries, die uiteindelijk eindigt aan de ontbijttafel bij Judith. Hij vindt haar blijkbaar super grappig en ze zoeken elkaar oldschool op via Facebook. Ze flirten erop los en belanden in bed. Geen one-night stand, nee. Ze doen van daten en al en Dries kan nog blijven. Ondertussen fladdert dochter lief Emma van de ene naar de andere. Eerst is Joren aan de beurt, je weet wel, hè? De ex van haar broer Stanneman. Zwat, lang duurt dat niet. Voel het gewoon niet meer, Joren, sorry. En Emma begint iets met Louis, die opnieuw single is nadat hij lichtjes ontspoorde en zijn Vivken had gedumpt. Maar Louis en Viv worden weer vriendjes wanneer hij zich herpakt. Louis verklaart zelfs zijn liefde, dik te laat. Hey lief, gezellig. Want Viv is nu met chef en Louis met Emma dus. Maar geen probleem, jongens, ze amuseren zich met hun viertjes evengoed en ze vertrekken op kampeertrip. Gezellige boel daar. Maar wat ziet Louis gebeuren in de bosjes? Halleluja, komt dat even goed uit. Je kunt altijd een boom in. Louis stort zich op Viv en de partnerruil is een feit. Ondertussen is die arme Joren nog altijd single natuurlijk. Nochtans leert Tilly hem swipen voor zot. Hij scoort dates aan de lopende band, maar toch is het Stanneman die zijn hartje uit zijn kast laat bonken. Dat wil Joren natuurlijk niet, want door Stan is zijn vader dood. Joren vecht, hij bezwijkt, hij vecht harder, hij bezwijkt opnieuw. Maar het verdict is hard. Hij kan Stan nooit vergeven. En dus vertrekt Stanneman zonder afscheidszoen en zonder een laatste blik op Jorens blote bas op legermissie naar Mali. Bob en Tamara hadden ook een jaartje niet. Bob ontdekt een knobbeltje onder zijn oksel en het verdict is zwaar. Dus denk alsjeblieft niet meteen het ergste. Kanker. De behandeling wordt opgestart. Bob en Tamara beleven helse manen en ondertussen komt ook Bowie in financiële problemen. Gelukkig is er Dries nog dankzij de erfenis van externe investeerder Renilde. Jij wil in Bowie investeren? Eindgoed, al goed. Bob en Louis moeten Bowie niet verkopen en de behandeling van Bob slaat aan. Er zijn geen kankercellen meer in zijn lijf. En hoe viert je zo'n topnieuws beter dan met een knietje op de grond? Uiteraard, zegt Tamara, ja. Ik kijk nu al uit naar haar outfit. Not. Ik zal jullie de hartjes laten. Nog meer hevige emoties bij Adil en Christine. Ze krijgen niet één, maar twee baby's. Hoera! Ze weten met hun geluk geen blijf, maar de complicaties stapelen zich op en baby Finn sterft in haar buik. Ze houden zich sterk voor Jaan. Dit is exact wat we nodig hebben. Maar dan breekt haar water veel te vroeg. Gelukkig komt Jaan veilig en wel ter wereld. Van Finn moeten ze voorgoed afscheid nemen. En ook Frank en Simon moeten afscheid nemen. Willen ze eindelijk dat kruipkotteke verkopen, vliegt dat toch wel niet in brand zeker? En ook Sikoepsie... Zijn we niet verzekerd? Frank vergat de brandverzekering te betalen. Frank breekt, samen met de rest van zijn huis en de renovatie blijkt onmogelijk. Met de centjes van de lichtjesmelige benefiet kunnen Frank en Simon wel een appartementje huren boven Bar Madame, maar nog steeds geen nieuwe lederen frak kopen. Gelukkig hebben mijn lieftallige schoonmoeder nog om wat romantiek in de keten te brengen. Ik zei het eerder al, of Leo en Marianne vermoorden elkaar, of ze vinden de eeuwige liefde samen. En ongelooflijk maar waar, het is het tweede geworden, met alles erop en eraan. Nochtans was Leo zijn aanzoek weinig succesvol. Ze heeft nee gezegd. Gelukkig zegt Marianne uiteindelijk toch ja. Ze zegt ja. En de twee tortelduifjes beloven elkaar eeuwige trouw. Als daar maar geen kindjes van komen. Ik kijk nu al uit naar onze volgende familiereunie. En daar zie ik jullie ook heel graag allemaal terug. Tot snel. Bye.